De stad, de natuur en de veerkracht. Daar gaan we het over hebben. Ik ga maar meteen naar deze. Voor natuur is iedere omgeving geschikt. Vrij naar Bob den Uyl. Bob den Uyl was een Rotterdamse schrijver. Daar moet ik iets mee hebben, want ik heb 28 jaar in Rotterdam gewoond. Hij had één ander woord in deze zin, namelijk voor drank is iedere omgeving geschikt. Daar kunnen we straks onder de borrel natuurlijk ook over discussiëren. Maar mijn stelling is, voor natuur is iedere omgeving geschikt. Een paar uitgangspunten. Er is altijd natuur. En met altijd bedoel ik echt altijd. Die natuur die toont een enorme veerkracht. Een groot aanpassingsvermogen ook aan allerlei omstandigheden die de hele tijd natuurlijk wijzigen aan een nieuwe omgeving. En het interessante is, en daar eindig ik straks wel mee, dat het resultaat, dus de natuur die we zien, is te beïnvloeden. Daar kun je mee sturen. Er is altijd natuur. Natuur is eigenlijk net zoiets als het weer. Er is altijd weer. Dat kan mooi weer zijn, dat kan slecht weer zijn. Dat kan de een mooi vinden en de ander lelijk. Het kan regenen, sneeuwen, hagelen, stormen, windstil zijn, enzovoort. Maar er is altijd weer. Weer is niet iets wat je kunt uitzetten, al zouden we dat soms willen. En datzelfde geldt ook voor natuur. Natuur kun je niet uitzetten. Er is altijd natuur. En die kan mooi zijn, of die kunnen we als lelijk beoordelen, maar dat is dan per definitie subjectief, want de natuur heeft geen oordeel, de natuur is er gewoon. En dat kan heel biodivers zijn, zoals bijvoorbeeld in een tropisch regenwoud, of dat kan heel weinig biodivers zijn, maar ook dus bijvoorbeeld de natuur in deze ruimte waar we nu zitten, die is weinig biodivers. Natuur is enorm veerkrachtig. En dit vind ik eigenlijk het mooiste voorbeeld. Ik vind het nog steeds een iconisch plaatje. Een cineast heeft er ook een klein filmpje over gemaakt. Dat was een paar jaar geleden inmiddels, in het voorjaar. Midden in Amsterdam, op 200 meter ongeveer van het Centraal Station, waar een zwaan zat te broeden. Gewoon doodgemoedereerd zat moederzwaan daar op haar eitjes. En ze had een nest gebouwd. Wat zwanen normaal doen natuurlijk. Die bouwen altijd nesten van ongeveer 2 meter... diameter van waterleliebladeren en rietstengels en slierten, flapalg en dat soort spul wat voorhanden is in de boerensloot. Maar ja, dat heb je niet in Amsterdam tussen het Centraal Station en de Oba, want daar was dit. Dus dat dreven allemaal brokken piepschuim en oude teenslippers en als je goed kijkt ook allerlei lege petflessen van Amerikaanse drankenmerken. Er zit een pritstift tussen en allerlei andere dingen, ook veel plastic zakken. En die zwaan zat daar gewoon haar eieren uit te broeden. Dat is een succesvol broedsel geweest, er zijn gewoon jonkies uitgekomen. En er stonden allemaal mensen omheen en die stonden ernaar te kijken en die maakten fotootjes, wat ik dus ook gedaan heb. En die mensen die zeiden over het algemeen tegen elkaar, zielig hè? Dames en heren, dit is niet zielig. Dit is gewoon de veerkracht van de natuur. Ik ben ervan overtuigd dat als je aan deze zwaan zou kunnen vragen, ja dat kun je maar, geeft geen antwoord. Als je aan deze zwaan zou vragen wat hij daar nou van vindt, die zou dat prima vinden. Ik zou zelfs durven beweren, maar dat is natuurlijk niet wetenschappelijk vastgelegd, dat de isolerende waarde van brokken piepschuim groter is dan van slierten flapalg. En dat het dus voor het broedsucces misschien wel eens beter kan zijn om op dit soort rotzooi te broeden dan op de natuurlijke nestelmaterialen. Maar het toont in ieder geval de ontstellende veerkracht van de natuur. Die past zich aan de omstandigheden. Dit is het beroemde ijzeren duivennest dat ooit verzameld is op de Botlek in een raffinagetoren van de Esso op 20 meter hoogte boven het maaiveld. In de verre omtrek was niets levens te vinden. Ja, meeuwen misschien. Maar in ieder geval geen takjes. Dus die duif, dus een stadsduif, die heeft het nest gemaakt van stukken ijzerdraad en kippengaas en vervolgens afgestukadoord met poep, want dat doen ze altijd. Dat isoleert ook lekker. Jullie hebben als het goed is eerder vandaag een nest gezien van een vogel, een koolmees herinner ik me als het goed is, die zijn nest bekleedt met sigarettenpeuken. En profiteert, behalve van het feit dat dat natuurlijk stevige stokjes zijn, ook van de desinfecterende werking daarvan. Dat toont de ongelooflijke veerkracht van de natuur. Die is er gewoon altijd. Dit is ook zo'n mooi plaatje. Ziet u hem? Dan heb ik het niet over die volstrekt non-descripte roze kamerplant, die de uitbater van dit terras in het centrum van Rotterdam ergens een keer bij de Intratuin op de kop heeft getikt. Nee, maar daar staat dus een kolibrievlinder boven. Zien jullie hem? Dus midden in Rotterdam
zit dus een kolibrievlinder die op een of andere manier die plant in de gaten moet hebben gekregen. Wat, zoals je kunt zien, een plant is met zo'n hele diepe bloemkroon. Hè, dus die moet bestoven worden door dit soort diertjes. Misschien, ik heb geen idee wat voor plant het is. Ik ben geen kamerplantendeskundige. Misschien is het wel iets uit Zuid-Amerika wat normaal de kolibries wordt bezocht. Dat zou kunnen, weet ik niet. Maar dit is ook weer zo'n plaatje. Dit is de laatste. U ziet hem waarschijnlijk niet zitten. Wie ziet hem zitten? En wat is het? Juist. Kijk, daar heb je hem. Even terug. Hij zit hier helemaal onder in die hoofdletter E. Dus de handtekening van Erasmus op het, ik geloof, 20 of zo, 25 verdiepingen hoge gebouw van het Erasmus MC in Rotterdam. Dit plaatje heb ik gemaakt toen dat gebouw er ongeveer een jaar stond. Dus dat wordt onmiddellijk herkend als een prachtige rotswand, of in ieder geval een uitzichtspunt waar die slechtvalk. En die keek uit over het museumpark, waar het sterft van de duiven, en maar ook halsbandparkieten. De slechtvalken die kunnen in volle vaart vliegende halsbandparkiet uit de lucht plukken. Dat is echt ongelooflijk. Veerkracht. Veerkracht. Dit is een werkelijk prachtig plaatje van een kalkrijk grasland. En dit is datzelfde stukje natuurgebied waar ik ben geweest. Ik durf €1000 nog meer nullen om te verwedden dat u niet weet waar dit is. Dit is een werkelijk prachtig stukje kalkrijk grasland. Unieke natuur. Ongelooflijk rijke flora. En het is geen filmpje en er is ook geen geluid bij. Maar het geluid wat hierbij hoort, dat is een ongelooflijk fijn gezoem van allerlei insecten die daar rondvliegen. Allerlei soorten sprinkhaantjes en krekels die daar ijverig zitten te chilpen. Schiphol. Nee, dit is niet Schiphol. Dit laat misschien al iets zien, iets meer zien waar het is. Dit zal ik u vertellen. Ik geloof dat het 21 februari 1916 was. Het is nu 100 jaar en een paar maanden geleden. Maar bijna 101 jaar geleden brak de slag om Verdun uit in Noord-Frankrijk. Het Franse leger hadden Verdun, wat op dat moment nog ongeveer de grens was van Frankrijk en Duitsland, want Duitsland had natuurlijk de Elzas. Ze hadden Verdun beschermd met een hele rij forten daaromheen, hè, net zoiets als de stelling van Amsterdam. En die forten die hadden ze gebouwd en die waren ingegraven en die waren natuurlijk goed bemand. Maar die waren absoluut niet bestand tegen, ik geloof dat er de eerste dag 100 miljoen of zo ton TNT werd afgeschoten door de Duitsers van die dikke Bertha's. Dat zijn van die granaten van bijna een halve meter diameter. Het regende daar granaten. Dat hele landschap ten noorden en ten oosten van Verdun is omgetoverd in een maanlandschap. Alleen op de maan groeien geen bomen en daar intussen gelukkig wel. En dit is een van die forten. Dit is het Fort de Vaux. U ziet daar een intacte geschutskoepel en u ziet daar een brok geschutskoepel, alsof je een potscherf neerlegt. Maar dat is dus massief gietijzer van 40 centimeter dik, wat aantoont wat voor geweld daar geweest is. Dat fort was dus helemaal opgemetseld van kalkstenen, mortel, bakstenen en zo. Dat is één grote puinhoop geworden. En dat is sindsdien daar zo blijven liggen als monument. Het is nu een beschermd gebied. Niet vanwege die prachtige flora en fauna, maar vanwege de historische context. Je mag er zelfs niet picknicken. Je mag er alleen doorheen wandelen en van de natuur genieten. Dat deed ik dan. En mijn zoon die u daar ziet staan, die studeert geschiedenis. Die genoot van die kapotgeschoten geschuts. Koepels. Deze troffen we daar ook aan. Dat is de wespspin, die kent u waarschijnlijk allemaal wel. Dat is een zuidelijke soort die langzamerhand, dankzij de global warming, deze kant uit is gekomen. Ik meen dat die inmiddels zelfs al in Groningen is waargenomen. Nou, noordelijker kan natuurlijk niet, want dan verdrinkt hij in de Waddenzee. Maar dat toont ook weer dat aanpassingsvermogen van de natuur. Maasvlakte 2, allemaal zand. Dat verhaal kent u natuurlijk wel. Daar is 11 miljoen kubieke meter zand opgespoten door een paar van die grote schepen en daar, inmiddels is daar een containerhaven gevestigd. Maar de eerste paar jaar was dat gewoon een enorme zandvlakte. Dat werd dan wel een beetje met helm aangeplant en zo. Maar ja, dat is gewoon zand. En dat kwam vers uit de zee. Dus dat was nog zout, zo vol met schelpen en dode zeesterren.
En stond dat mammoetbot en zo. En dat lag daar gewoon. En binnen de kortste keren zat deze jongen er. Echt binnen de kortste keren. Dit is de zandoorworm. Die moet daar op een of andere manier heen gevlogen zijn. En ja, die zat daar dus al heel snel. De beest verstopt zich een beetje. Dus je moet dan wat stukken hout of grote schelpen moet je even omkeren. En dan zit hij daaronder. Dus echt een profiteur van zo'n pioniersituatie. Evenals dit schattige beest. Zwaar beschermd, dames en heren. Als je daarnaar kijkt, kun je al een bekeuring krijgen. De rugstreeppad is een soort van pioniersituaties. In een ecosysteem of een omgeving die er al een tijdje ligt, daar zit hij gewoon niet meer. Maar in pioniersituaties wel. Dit is een foto, ik mag niet vertellen waar die genomen is, want dan krijgt de eigenaar van de betreffende steengroeven een probleem. Dit is in een steengroeve in Nederland waar constant wordt gewerkt, constant wordt heen en weer gereden met grote voertuigen, met rupsbanden. Dus daar krijg je kuilen en plasjes en dan regent het en ook langs de wanden sijpelt het een beetje naar beneden. Dus je krijgt daar dan heel snel dat die rugstreeppadden die volstrekt nieuwe pioniersituatie fijn vinden. Daar ongelooflijke hoeveelheid eitjes leggen, kikkerdrilletjes. Daar komen deze kleine kikkervisjes uit. Die groeien niet heel snel, maar die ontwikkelen zich met een ongelooflijke noodgang. Want die rugstreeppad, die weet, genetisch bedoel ik dan, die weet dat het een pioniertoestand is, dat die zomaar weer voorbij kan zijn. Hier kan zo, om te beginnen, weer een rupsvoertuig overheen rijden. En dan heb je het gehad met die rugstreeppadjes. En als daar dan een controleur van het ministerie van EZ bij staat, dan krijgt die rupsbestuurder misschien nog een bekeuring, maar in de praktijk valt het wel mee. Het gaat heel snel, dus die beesten die metamorfoseren tot kikkertjes die eigenlijk niet groter zijn dan de kop van dat kikkervisje. Staart eraf, pootjes eraan en gaan met die banaan. Dat is de veiligste overlevingsstrategie. U ziet hier dus een uitgemetamorfoseerd rugstreeppadje op een 2-cent stuk. Kun je nagaan hoe klein dat is. Maar ja, soms gaat het mis. En dan? Dan regent het 2 weken niet. En dan drogen die poelen uit. En u ziet, hier begaat de natuur. Dus, of onze lieve Heer, zo wilt, staan in een kapel tenslotte. Die begaat een overtreding en die zou dus eigenlijk bekeurd moeten worden. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Je kunt het niet allemaal in de hand hebben. Zeker die pioniersituaties niet. Ja. U ziet hier overigens ook de eerste hoofdwet van de natuur in actie. Shit happens. Is dit ook een vorm van shit happens? Dat weet ik niet. Dat is een interessant discussiepunt. We zien hier een oprukkende nieuwbouwwijk. Zo'n typische Phoenix-wijk die een typisch Nederlands veenweidelandschap overgroeit, als het ware. Maar wat is nou een typisch Nederlands veenweidelandschap? Dat is net zoals die Phoenixwijk een 100% door de mens gemaakt landschap. Een door de mens gemaakte omgeving. Nou ervaren wij, maar dat is subjectief, die weliswaar als misschien als mooier dan een Phoenixwijk vanuit het oogpunt van natuur en groen en zo. Maar daar kun je vraagtekens bij zetten. Want zo'n veenweidelandschap, dat is ook een kunstmatige zaak, dat klinkt in en het moet ontwaterd worden. En tegenwoordig het platteland in Nederland, dat is steeds bio-armer aan het worden. De steden worden steeds biodiverser. Het platteland wordt steeds bio-armer, maar er zijn nog wel soorten die zich daar thuis voelen. Dat veenweidelandschap waar dus ooit, 2000 jaar geleden, gewoon moerasbos was met roerdompen en zwarte ooievaars en weet ik veel wat voor beesten. Maar goed, die zijn er allemaal uitgeschopt door die boeren rond het jaar 1000 en die hebben die weilanden gemaakt en daar zit dan nu de grutto op, althans, zolang het nog duurt. Die grutto hoort daar dus eigenlijk helemaal niet thuis. Die profiteert van een door de mens gemaakte omgeving. En die halsbandparkiet die u daar linksonder ziet, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is een diersoort die profiteert van een door de mens gemaakte omgeving. Welke moeten we nou beschermen? Gewoon even heel objectief proberen te redeneren. Welke van die vogelsoorten is nou meer beschermenswaard dan de ander? Is een grutto, tussen haakjes, een vogelsoort die profiteert van een door de mens gemaakte omgeving, meer waard
dan een halsbandparkiet tussen haakjes. Ook een soort die profiteert van een door de mens gemaakte omgeving. Ik ben inmiddels een oude zak, dat kunt u zien. Maar toen ik een klein jongetje was, woonde ik in Hilversum en daar stierf het van de kuifleeuweriken. Heeft u ooit een kuifleeuwerik gezien? Nee, die zijn. Ik geloof dat er in Nederland nog een stuk of 4 broedpaardjes ergens zitten. In een verlaten stuk Drenthe of zo. De kuifleeuwerik is in ons land uitgestorven. Maar toen ik jong was, en heb ik het dus over ongeveer 50 jaar geleden. Toen stikte het van de kuifleeuweriken. Die zijn verdwenen. Is dat erg? Ja, dat kun je erg vinden. Maar er is dan in het geval van steden vaak iets anders voor teruggekomen. Er zijn halsbandparkieten terug. Want toen ik ook zo'n klein jongetje was, toen had je geen halsbandparkieten en je had geen nijlganzen en al die dingen niet. Dus ja, de ene soort komt en de andere soort gaat. En daar kunnen we moeilijk over doen. Ik heb de neiging om er helemaal niet moeilijk over te doen. Nou ben ik natuurlijk gekleurd, want ik heb een opleiding als paleontoloog achter de rug. Dus ik ben niet anders gewend dan dat dingen uitsterven. Mammoeten, dinosaurussen, trilobieten, sabeltandtijgers en dan komt er weer een meteoor naar beneden en dan boem is alles weer uitgestorven. Ja, en dan komt er een Phoenixwijk naar beneden en boem, dan is de grut al weg. Ja, er komt weer iets anders voor in de plaats. De een zijn brood is de ander zijn dood. Nee, omgekeerd. De een zijn dood is de ander zijn brood. Dus ja, er is gewoon altijd natuur en natuur is dus iets wat profiteert van de hem of haar, dat weet ik niet. Haar maar dan. Natuur is iets wat profiteert van de haar aangeboden omstandigheden en omgeving. Ja, en dan zitten er soorten wel en er zitten soorten niet. Ja, dat is gewoon zo. Natuur, dames en heren, is niet zielig. Dus die mensen die naar die zwaan stonden te kijken in Amsterdam bij het Centraal Station. En die zeiden, dat is toch wel zielig. Nee, die zwaan is niet zielig. Die was helemaal niet zielig, want die heeft gewoon eieren uitgeboet en jonkjes gekregen. Natuur is ook niet zielig. Je zegt toch ook niet, wat hebben we vandaag een zielig weer? Nee, er is dus ook geen zielige natuur. Natuur is er gewoon, punt. En daar waar natuur is, is een natuurgebied. Dus je zou eigenlijk doorredenerend, en dat is natuurlijk heel kort door de bocht, zeggen dat alles een natuurgebied is. Van de tropische regenwouden tot het inwendige van uw dikke darm. Alles is een natuurgebied. De stad is dus ook een natuurgebied. De stad is ook een ecosysteem, net als alle andere ecosystemen, met soorten die zich daar thuis voelen, met planteneters, met roofdieren, met parasieten, met allerlei buitengewoon interessante en ingewikkelde ecologische relaties tussen die soorten. Ik zei het al, zo'n slecht vark die pakt een duif uit de lucht, maar die duif die heeft ook weer allerlei parasieten in zijn verenpak zitten. En die heeft last van een virus, waardoor hij van die lepra-pootjes krijgt. Maar die mijten of die teken die op die duif zitten, die hebben ook weer van. Dat zijn allemaal gewoon, dat is gewoon de natuur. En dat wij dan de natuur in de stad minder mooi zouden vinden dan de natuur in het regenwoud, ja, dat is subjectief. Dus de stad is een ecosysteem als alle anderen met soorten die zich daar thuis voelen. En de rest ontbreekt gewoon. Maar dat is ook overal het geval. Stel je voor dat je naar Groenland gaat, dan verwacht je daar geen neushoorns en giraffen. Stel je voor dat je naar Kenia gaat, naar de Serengeti, dan verwacht je daar geen ijsberen en penguins. Maar daar zitten dus wel weer die neushoorns en die giraffen. Dus dat is ook een voorbeeld van soorten die ergens zitten, omdat ze aan die omgeving zijn aangepast. Nou, de neushoorn is niet aangepast aan Groenland en de pinguïn niet aan Kenia, dus zitten ze daar niet. Ja, en de grutto is niet aangepast aan de koolsingel of het damrak of het Velperplein. Dus die zit daar ook gewoon niet, maar er zitten wel andere dingen. De rest ontbreekt dus. Dan kun je zeggen, jammer dan. Ja, misschien wel. Maar het biedt ook kansen. Want als je weet dat de natuur iets is dat reageert op de door ons aangeboden omgeving, zoals de grutto op de veenweidegebieden en de korenwolf op de akkers, want die horen hier ook niet thuis, en de korhoenders op heidevelden, die horen hier ook niet thuis, maar we beschermen ze wel. Dat wil zeggen dat dat enorm veel kansen biedt. Je kunt dus omgevingen creëren waar soorten zich thuis voelen. En dan heb ik het over het
ongelooflijk lelijke woord, biodiversiteitsbevorderend bouwen, ontwerpen en beheren. En dat is waar we ons meer en meer op moeten richten, maar ook al aan het richten zijn. Van hele simpele dingen als gierzwaluwdakpannen en bijenhotels tot groene daken en zo. Ik neem aan dat vandaag al dat soort voorbeelden al 188 keer voorbij is gekomen. Dat is dus biodiversiteitsbevorderend ontwerpen, bouwen en beheren. En daarmee kun je ongelooflijk veel bereiken. Dankzij dit soort ingrepen wordt de stad steeds biodiverser. Haal inderdaad die bestrating eruit en laat maar komen wat er komt. Sowieso is de stad natuurlijk heel interessant. De stad heeft heel veel microhabitats. Als je naar één gebouw kijkt, een willekeurig gebouw ergens, dan heeft hij een zonkant en een schaduwkant en een windkant en een loef en een leizijde. En dat geeft al micromilieutjes, microhabitats. Als je rond zo'n gebouw gaat lopen, bijvoorbeeld een willekeurig huis wat ergens staat, en je gaat aan de vier kanten inventariseren wat daar groeit. Aan plantjes, mossen, varens, grassen, kruiden, wat daar zit aan slakken bijvoorbeeld, wat daar zit aan insecten, dan zie je dat aan iedere kant van het huisje een al andere soorten aantreft. Aan de noordkant waar de zon nooit schijnt, daar groeien de mossen en de varens en daar zitten de naaktslakken, want dat is lekker vochtig. En aan de zuidzijde waar de wind en de zon altijd opstaan, ja, daar heb je die dus niet, dan krijg je andere dingen. Dan heb je misschien meer insecten, want die vinden het lekker warm in de zon en zo. Dus op die manier krijg je ook al een grotere biodiversiteit in de stad. Verder een pleidooi wat ik al heel lang geleden, zo rond de tijd dat het bureau Stadsnatuur werd opgericht, uitvogelde. En wat inmiddels ook al door veel meer mensen natuurlijk is uitgevogeld. Laat braak gewoon braak liggen. Dus braakliggende terreinen in de stad, laat die lekker hun gang gaan. Daar zitten allerlei soorten die in een pioniersituatie zich thuis voelen. En braakliggende terreinen, ja, die liggen er 5 jaar, of die liggen er 10 jaar, of die liggen er 2 jaar. Die moet je gewoon beschouwen als één ecosysteem, als het ware. Een soort metapopulaties van pioniersoorten. Het is een soort hopping ecosystem. En nu ligt zo'n braakliggend terrein hier. Ja, dan komt er een keer een gebouw op, maar dan ligt er ergens anders wel weer wat braak. Dus die soorten die profiteren daar ook van. En die vinden dat helemaal niet erg. Dus dat zijn eigenlijk de grootste kansen die er zijn, denk ik. Er zijn natuurlijk een heleboel andere dingen ook nog. En dit zou ik ook wel als een kans willen aangrijpen. Hou eens een keer op met zeuren over de kuifleeuwerik, Reumer. Want die is gewoon weg. En hou ook op met zeuren over die halsbandparkiet. Ja, die zitten misschien dan af en toe eens in een spechtennest of dat soort dingen. Ja, en ze eten de bloemknoppen uit de bomen. En ja, maar goed, die dingen die zijn er. Ik hoorde net ook al even dat woord exoten. Ja, exoten, die zijn er. Ik vrees dat we daar gewoon mee moeten leren leven. En soms moet je natuurlijk beheren. Maar ja, eigenlijk moet alles in dit land beheerd worden. De Oostvaardersplassen worden ook beheerd. De exoten moeten beheerd worden. Alles moet beheerd worden. De stad moet beheerd worden. De klok moet ook beheerd worden. En uw maaginhoud moet ook beheerd gaan worden. Dus ja, want die darmflora, dat is ook een ecosysteem. En die moet natuurlijk ook gevoed worden. En als het goed is, dan komt er zo nog daar een gelegenheid toe. Dus ik laat het hierbij. Ik hoop dat ik iets heb meegegeven om over na te denken. Vooral dus dat natuur er altijd is en dat je er niet buiten kunt, maar dat je het wel kunt sturen. Dank u wel.